Goedenavond, luisteraars. Dit is de eerste uitzending van onze nieuwe reeks radioreportage. Nog 2 minuten. Ongetwijfeld zult u zich lang gevraagd hebben wat er achter deze raadslachtige titel schuil ging. Wel, vanavond krijgt u hierop het antwoord. Nog 2 minuten. Ik sta hier op het ogenblik in de straat in Amsterdam. En normaal zal ik aanbellen aan 4 deuren. En dan aan de man of de vrouw die de deuropening verschijnt. Het doet er niet toe wie. Het probleem voorleggen van de 2 minuten. Welke 2 minuten? Wel, laten wij de spanningen nog even inhouden, luisteraars. Wij staan hier op het ogenblik bij de nummers 48, 49, 50 en 51. En wij beginnen dan deze uitzending met aan te bellen op nummer 48. En we zijn nog even niet dat we bij het eerste slachtoffer toren zullen krijgen die we dit probleem van de 2 minuten zullen voorleggen. En luisteraars, er is hier een allerlief meisje in de deuropening verschenen. En ik zou willen vragen, Marietje, is jouw moeder thuis? Ik ben niet moeder, ik heet Liesje. Oh, waarom wel? Luisteraars, het meisje is vol verontwaardiging weer in de gang verdwenen. En ze zal ongetwijfeld een van haar huisgenoten waarschuwen dat er iemand aan de deur is. Dag mevrouw, wij zijn van de radio. We hebben net geblakt. Nee, waar kom ik helemaal niet voor. Wij zijn bezig met een radioreportage, dat wil zeggen een uitzending, een directe uitzending. En wij zouden graag Jan van... U bent toch niet van de aard? Nee, mevrouw, ik ben van de baan. Nee, dan is het goed, vraag u dan maar hoor. Dank u wel. Mevrouw, stelt u zich een ogenblik ernstig het volgende voor. Ja. U moet mij zien als de man met de zandloper. Meer de man met de zeis. Als u waar? Als hij de dood, mevrouw. Het is uw tijd. Het is uw tijd en ik kom u halen. U heeft nog maar 2 minuten te leven. Wij zouden graag in deze directe uitzending van u willen weten wat u in deze laatste 2 minuten van uw leven nog zou willen zeggen en wat u nog zou willen doen. Dus nog 2 minuten. Nou, Hein. Oh, pardon, meneer. Dan geef je me ineens een opgave. Nou ja. Nou, ik zal mijn best doen. Nou, kind, luister goed en probeer nou voor de eerste keer in je leven te onthouden wat moeder tegen je zegt. Luister je? Straks als ik straks mijn... Oh, ik moet weer een blinde. Ja, fijn. Je gaat naar de slager en je houdt gehakt. Half om. Half 6 opzetten, niet de zout aan de zee, vader het niet. En denk om het vader zijn krantje klaarlijkt, hoor, die thuis komt. En denk daar vooral goed om en vergeet dat niet. Er is niemand thuis als ze voor de stofzuiger komen, hoor. Oh. De huur wordt om 8 uur gehaald, dat vergeet vader altijd. Ik heb het geld in de grote pan, boven op de keukenplank. Oh, en denk om het fietje volgende week moet ik er jarig is. Geef hem die bal maar die klom gekort, dat onder het bed, onder ons bed. En dat is niemand thuis als je voor de stofzuiger komt, hoor. En om 9 uur in je bed is wat je vader kwaad. En als de kat klein gesteld, moet je ze naar tante Marie brengen. Niet in huis houden, ook niet een spiekje door de deur. En de kant van gisteren moet je even naar de overkant brengen. Dat kun je meteen moet doen als je naar de slager gaat. Zelfde weg, je weet wat je halen moet, echt hard. Half zes opzetten, niet zout maken. Schoenen van vader eerst even afschuiden voor je te poetsen. Vergeet u niet, meid. De deur is pas geverd, je weet hoe die mensen zijn. Afijn, nee, dat weet je ook niet, dat doet er ook verder niet toe. En dan zie je wel weer dat u gezin dat u zo relevant geweest om iets mee te maken. Dan gaan we nog 2 minuten. Dit was dan de. Is dat gebeurd? Ja, wat is gebeurd? Oh, goed. Ik heb jullie wat niet gedaan. Nee, dan is het goed, dankjewel. En luisteraars, dit was dan de eerste die op zo'n prettige plotte en frisse wijze haar gevoelens vertolkt in ons uitzending nog 2 minuten. Wij gaan verder met ons programma en gaan aanbellen op nummer 51 bij de tweede, die wij voor de microfoon zullen halen en die we er ook het probleem voor zullen leggen van de 2 minuten. En luisteraars, ik sta hier op het ogenblik oog in oog met een forcerende militair uniform en wij zouden ook hem het probleem willen voorleggen van de 2 minuten. Ik heb reeds geluisterd, meneer Loots, ik weet precies waarom het gaat. Hoezo? Ik heb reeds mijn buurvrouw op de radio gehoord, ik weet dus precies waarom, ik kan zo beginnen, ik heb een speech reeds klaar. Prachtig, ga de gang. Huh? Voor ik overga naar het land waar niemand meer vandaan komt, zoals Dinges dat zo plechtig gezegd heeft, zou ik willen zeggen dat ik hoop dat er eindelijk eens recht zal geschieden aan de stille helden uit Indië. Er wordt maar al te vaak vergeten wat zij in stilte gedaan hebben. Heldendaden, oh, wij hebben onze plicht gedaan, het was niet bijzonder. Ieder ander zou in onze plaats precies hetzelfde gedaan hebben. Wij hebben dus gedaan wat we konden. Wij hebben daarvoor een lintje gekregen. Dat is prachtig, dat is mooi, dat doet je goed, dat is prima. Maar vergeten geachte meneer Loots is tenslotte ook weer niet zoals het hoort. En dit komt alleen, zou ik willen zeggen, omdat de hedendaagse regering nu eenmaal een fiasco is. Iets harder een fiasco is. Oh. En nu kom ik meteen tot het kernpunt van mijn redenvoering, namelijk de middengroepen. En voor ik overga naar Dinges, waar Dinges nooit meer vandaan komt, zoals Dinges dat zo plechtig gezegd heeft, zou ik willen zeggen dat er eindelijk eens recht zal moeten geschieden aan de middengroepen. Het is tegenwoordig Podoma. Poddikkie. Het is tegenwoordig Poddikkie alleen maar te doen om de arbeider. Het is de arbeider voor, de arbeider na. Er wordt vergeten wat de middengroepen betekenen, wat ze betekend hebben en wat ze in de toekomst nog zullen betekenen.
En ik hoop daarom, en ik geloof dat het ook alleen maar ligt aan het fiasco van deze regering, en als het Nederlandse volk binnenkort weer naar stemmen stijgt, dan hoop ik dat het eindelijk de ogen zal uitwrijven en dat de vlag weer gehezen zal worden voor de middagroep. En ik dank u, lieve de koningin. Ja, meneer, lieve de koningin, toch! En luisteraars, dit wat dan de tweede die wij voor de microfoon hadden, dat is een militair die zijn niet gevoerd, zoals de en luisteraars, naar deze sympathieke afscheidswoorden gaan. Rechtstreeks uitzending, wat u in deze laatste twee minuten van uw leven nog zou willen zeggen, nog zou willen doen, voor ik u meeneem naar het land waar dinges die ik... Shakespeare. Het land waarvan geen mens nog ooit is weergekeerd. Ik heb altijd gevoeld dat ik jong zou sterven. Het is dus nu al tijd. De dood komt voor je hebt geleefd. En ik heb nog niet eens lief gehad. Ik had nog van een vrouw willen houden, maar ik heb mijn tijd maar voldaan voor mijn pen en mijn papier. Ik had nog van een meisje willen houden, maar ik durfde niet te vragen. En toch was het geluk zo dichtbij. Als ik maar had gedurfd. Ik heb maar verzen zitten schrijven. Voor haar zie. Voor het meisje waar ik nog van had willen houden, maar die ik niet durfde vragen. En voordat ze het weet, moet ik al mee. En daarom zou ik alleen maar willen zeggen... Nou, fijn meneer, dank u wel dat u zo vriendelijk bent geweest om mee te meten werken in ons programma nog 2 minuten. Ik heb ook maar gezegd, stel dat u zich voor dat ik u zou komen halen. Huh? Oh. Tom, wat ik verder nog vragen, dat u heeft toch radio thuis op uw kamer? Jazeker. Nou, dat is prachtig hoor. Dan kunt u verder deze uitzending in uw radiotoestel beluisteren, want ik ga met dezezelfde vraag naar uw buren. Nogmaals onze hartelijke dag. Dag meneer. En luisteraars, dit was dan de derde die wij voor de microfoon hadden. We hebben eerst gehad een huisvrouw, daarna een militair en toen een dichter. Wij gaan nu deze uitzending besluiten en aanbellen op nummer 50. Bij de laatste die wij in deze uitzending voor de microfoon zullen halen. En wij zijn zeer benieuwd wat de laatste in deze uitzending ons voor de microfoon heeft te vertellen. Als wij haar de vraag van de 2 minuten doortje. Dag meneer. Zo, zo. Wel, heeft u naar uw radiotoestel zitten luisteren? Ja, daar heb ik aan zitten luisteren. Wacht, luister u misschien naar ons programma nog 2 minuten? Nog 2 minuten? Ja. Nee, ik luisterde naar Luxemburg met dansmuziek, swing, leuk. Oh, ik luisterde naar Luxemburg met dansmuziek, swing, leuk. Ja. Oh, wel, pardon. Wij zijn met een radio-rapportage bezig en ons zijn nieuw uitzending nog 2 minuten. Stel dat je gespoor, ik ben de dood, het is uw tijd. En ik kom u halen, u heeft nog maar 2 minuten te leven. Wij zouden graag van u willen weten wat u in deze laatste 2 minuten van uw leven nog zou willen doen. En wat u dan nog zou willen zeggen. Dus, nog 2 minuten. Wat zegt u? Nog 2 minuten? Ha! Meneer! Ha! Hoe komt u erbij? Of ik me wil voorstellen dat ik nog 2 minuten te leven heb? Nee, meneer, dat wil ik me helemaal niet voorstellen. Trouwens, dat kan ook helemaal niet, want ik moet vanavond naar het strand. Wandelen langs de zee. En volgende week wil ik naar het ballet van... Meneer, dat kan toch niet? Ik ben net 20 geworden. En dan ga je nog niet dood. En dan... Ja, er is ook nog iemand. Ik wil nog een keer praten. Heel fijn praten. Ja, niet met u hoor. Stel u wil dat maar niet voor. En dan, ik wil nog heerlijk rennen met mijn hond buiten. Loes, ik wil jij nog... nou weer? Ah. Wat is het? En schat, dit kan ik niet. Dit is veel te optimistisch voor dit waarom programma. Waarom kan het dan weer niet? Dit is veel te optimistisch, joh. Je wordt niet gekocht aan de deur, meneer. Ja. Idioot met de minuten. Nogmaals, onze hartelijke dank, hoor. Krankzinnig. Ja, dat is goed. Luisteraar, dit was dan de vierde die wij voor de... En luisteraars, dit is aan het einde van deze rapportage. Wij komen volgende week terug.